Bij het afsluitende oefenduel van de voorbereiding keek iedereen uit naar de keuzes van trainer Giovanni van Bronckhorst. Welke spelers staan in zijn beoogde basisopstelling wanneer ook de echte duels straks gespeeld gaan worden? Dit was de opstelling tegen Valencia en de trainer van Feyenoord verwacht weinig veranderingen. Je kijkt natuurlijk altijd naar het team en een vaste basiself is er bijna nooit. Maar ik denk dat dit wel een team is wat volgende week ook kan verschijnen tegen PSV. Mogelijk zal Brad Jones, als hij weer fit is, onder de lat staan volgende week tegen PSV. En verder lijkt het allemaal wel vast te staan. Er waren een paar interessante posities waarover wij met diverse kenners van gedachten konden wisselen. Want bij de jaarlijkse reunie van oudspelers van Feyenoord kwamen er veel bekende koppen langs met wie we drie posities onder de loep namen. Te beginnen met de linksbackpositie. Miguel Nelom krijgt de voorkeur boven Lucas Woudenberg. En dat is iets wat veel mensen toch wel opmerkelijk vinden. Ik vind Woudenberg dat hij ook een geweldige drive heeft. Hij komt een keer op en legt een bal pan klaar. Ja, daar moet een spits bij staan en dat gebeurde dan niet. Mijn hart zegt dat Lucas Woudenberg aan de beurt is. Maar dat baseer ik ook een beetje op het gevoel van de afgelopen jaren naar Miguel Nelom kijken. Is hij het nou wel, is hij het nou niet? Ook alweer zoals hij begint. Eigenlijk zit het al in die eerste bal van hem opgesloten. Hij durft het niet. Elia gaat diep, geeft die bal. Oké, hij heeft wel veel kans gekregen, maar hij heeft meer waarding. En kijken hoe het gaat. Dus als het niet zo geweldig gaat, en dan geef je de andere jongen wel zijn kans. Nelom vind ik een goede speler. Het is, hij heeft snelheid, hij is klein, bewegelijk. Dus ja, in het verleden heeft hij een aantal hele goede wedstrijden gespeeld. Ook een paar mindere, dat is ook zo. Maar hij heeft zeker kwaliteit. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben een fan van Nelom. Ik denk als hij een goede run krijgt in het seizoen, laten we zeggen om te beginnen, dan denk ik dat hij hem ook gaat pakken. Ook rechts voorin valt er iets te kiezen voor Van Bronckhorst. Jens Toornstra speelt in de voorbereiding en Bilal lijkt het weer met invalbeurten te moeten doen. U bent een fan van Toornstra, vooral niet een echte rechtsbuiten, maar wel een hele slimme speler. Toornstra kan meer waarde zijn, denk ik. En natuurlijk in de tweede helft komt wel de andere jongen wel als rechtsbuiten met zijn snelheid. Ik vind Toornstra een logische keuze omdat nou eenmaal PSV de eerste tegenstander is. En je dan, omdat Dirk Kuyt nou eenmaal geen echte middenvelder is en Vilena en El Amadi ook werkers zijn op het middenveld, heb je toch iets meer voetballend vermogen ook nodig vanaf dat middenveld dan een pure rechtsbuiten als Bilal. En Bakayoko, hij laat niet altijd zien dat hij degene is die daar moet spelen. En Van Toornstra, die vertrouw je gewoon. Ja, Toornstra gaat dat invullen totdat Berghuis komt. En ik heb het idee dat Berghuis de welkome aanvulling is. Over de keuze voor Nicolai Jurgensen in de spits is iedereen het eigenlijk wel eens. Het is logisch dat hij de voorkeur krijgt boven Michiel Kramer. Ja, het is wel een echte spits. Het is genieten geblazen bij tijd en wel een goede goal ook gemaakt. He, die is in beweging, die is altijd aanspeelbaar. En dat is heerlijk voor spitsen en voor middenvelders om hem aan te spelen. Groot, sterk en goed met zijn voeten. Ik hoop dat hij gewoon de Feyenoord topspits gaat worden die Feyenoord nodig heeft.